hebben geen pakketten meer. We hebben geen bonnen meer. Toch? Sommige mensen zijn hier 7 uur morgens, anderen zijn gekomen 11 uur. De wansa kolati uno ma yepi. We gaan het rustig en ordelijk doen. Ik ga steeds 5 mensen noemen. En dan gaan we om de 5 mensen gaan we werken en de pakketten verdelen. Ja? We beginnen hier met deze mensen. De mensen die slecht en leeg zijn, die mogen zich gaan registreren. Dit is de tweede pop-up voedselbank plus. We zijn vorige week gestart aan de Gemeenelandsweg en we hadden dus al bepaald dat we deze week op La Tour zouden staan en dit is het dus. De vorige keer waren jullie in een uur door je voorraad heen. Zijn jullie beter voorbereid deze keer? We hebben meer voorraad, maar of het genoeg zal zijn om iedereen die hier is tegemoet te komen, dat weet ik nog niet. Maar we hebben wel wat meer voorraad, omdat we ook wat meer donaties uit de samenleving hebben gehad. En dat is toch wel, ik gaf het ook al aan, het is belangrijk, want zonder die donaties kunnen we ook niet. Wij hebben een bepaald bedrag dat we erin stoppen. Dat is gebeurd, maar nu hebben we toch wel een aantal spullen gehad. En we zijn op dit moment zijn er al 100 nummers buiten. Die mensen gaan sowieso geholpen worden. Daarna kijken we hoe we het nog doen, maar het kan nog wel even duren, we hebben nog wel wat. Er zijn ook mensen hier die niet van La Tour zijn. Klopt, we hebben gemerkt dat er dus mensen zijn uit verschillende omgevingen. We hebben het dus wel zodanig geregeld dat de mensen van La Tour eerst voorrang hebben. Omdat we het per buurt doen, juist met de bedoeling dat de mensen van de buurt, weet je, gebruik kunnen maken van de voedselbank. Wat we merken is dat mensen van alle buurten naar een bepaalde plek komen. Mensen moeten wel rekening ermee houden, ze worden geregistreerd. Hè. Dus als je vorige week al bent geweest, dan pop je automatisch op in het systeem als je bij de registratietafel bent. En dan gaan we je niet meer helpen. Want we gaan de mensen eerst helpen die uit de buurt komen en die nog geen hulp hebben gevonden. Maar je moet alles registreren. Dat doen we ook om te voorkomen dat je uit één gezin bijvoorbeeld 6 mensen hebt die komen voor een pakket. Maar dat zou dan oneerlijk zijn tegenover voor andere mensen. Mensen met een beperking die helpen we niet in de rij, omdat vind je moet rekening daarmee houden. Dus we hebben genoeg mensen die dan in het veld zijn en zo iemand krijgt daar wel de voorkeur. Dank je. Waarom doen jullie dit? We doen het eigenlijk vanwege de situatie in het land. We weten wat de situatie is. Maar klagen aan de zijlijn en niets doen, brengt ook geen zoden, legt ook geen zoden aan de dijk. Als we met z'n allen bepaalde initiatieven nemen om elkaar tegemoet te komen, want dat doen we komen elkaar tegemoet, dan wordt het een stuk lichter. En eigenlijk, dat is het gewoon. Doet het je wat? Ja. Omdat wat ik vooral heb, waarschijnlijk komt het doordat de mensen me kennen, is dat daarom blijf ik meestal binnen. Want het moment dat ik naar buiten kom, komt iedereen op me af. En dan is het met uiteenlopende vragen van huisvesting tot maandelijkse steun. Maar mijn man doet dat, ik ben geen lantie. Toch, wij zijn gewoon een groep, een stichting, een particuliere stichting, die gewoon probeert om met de samenleving mee te leven. De taak van de overheid kan ik niet op me nemen. Kijk, we hebben sowieso gezegd, we gaan niemand zeggen, geef ons geld. We kunnen geld natuurlijk ook goed gebruiken, maar we zijn al blij als iemand een blik bruine bonen geeft. Of een zakje rijst, of een kilo uien. Want daarmee is iemand anders heel veel geholpen. Daarom is onze slogan voor dit project is ook, give a little, help a lot. Ik wil deze organisatie bedanken met hetgeen wat ze hier in La Tour hebben gedaan. Ik wens ze sterkte en verder werken.
ga de opleiding aan nemen voor de tour. We hebben geen pakketjes meer, dus we gaan nu wel waardebonnen verstrekken aan u. Oh, okay. Alsjeblieft. Hiermee kunt u dan zelf wat inkoopjes doen. De regel was één pakket per adres. Maar op soms had je gevallen waarbij je 6 gezinnen op 1 adres had. Klopt. Er zijn ook bepaalde gevallen geweest waar we door de vingers hebben gekeken. Maar dan moest je wel kunnen aantonen hoeveel mensen daar woonden. Kijk, we proberen zoveel mogelijk iedereen die hier staat te helpen. Want het is niet leuk, en dat hebben we ook gezien aan het eind. Totdat mensen in de race staan en uiteindelijk krijgen ze niks. Terwijl ze het wel heel hard nodig hebben. We maken die afweging, maar normaal doen we echt gewoon 1 gezin of 1 pakket per gezin. Ik heb deze mensen al gezien zo net. Komen jullie niet nog een keer? Ja, we hebben geen pakketjes meer, dus ik ga ook waardebonnen krijgen. Ja. Weet je hoe lang ik voor hem sta? Ik vraag naar een nummer. Dat is niet te zeggen. We hebben geen pakketten meer. We hebben geen bonnen meer. Sommige mensen zijn hier 7 uur morgens, anderen zijn gekomen 11 uur. De wansa kon lati uno ma jepi. Dus er zijn nog een paar bonnen over. Ik stond hier maar die mensen. Ja, maar wat ik vind, ik stond zo lang voor deze mannen. Ik wees een beetje ziek aan mijn voeten. Ik vind het wel een beetje erg. Ik denk dat ik niet meer. Priya, ben je tevreden dat je toch aan... Ik ben heel tevreden en heel dankbaar voor die personen die ze dus ons gegeven. Ja, ben ik. Hoe lang had hij gestaan? Mijn 6:30. Ik weet niet hoe laat het nu is. Bent u van Latour? Nee, van Abrabroki. Dat is ver. Ja. Hoeveel heeft hij gehad? Ik moet even kijken. 1, 2, 300 SRD. Ja. Kan je nog wat doen? Heel veel zelf, ja, in deze dure tijd. Rosita, hoe lang heb je in de rij gestaan? Sinds 8 euro, denk ik. Ik vind wat zo'n? Ja, ik heb 300 SRD. Yoga shop? Wat een yoga shop, one of the day. How yippie? Well, out of one chin, so man. Ah, no, yippie, ma out of one olo. Okay. Hoeveel mensen hebben jullie geholpen? In totaal zijn er 120 nummers weggegeven en die mensen zijn dus sowieso geholpen. Er zijn daarnaast nog mensen geweest die door teamleden, dat weet ik, met wat geld geholpen zijn. Omdat ze te lang wachten en ze waren misschien ziek. Dus ja, dat komt erbij kijken. Ik ben te laat. Kijk, deze dame heeft me gezegd. Ik wist het niet. En kijk waar ze is. En ik ben vlak achter de laat. En niet te zeggen. Ik kan niet de naam naar. Dus wie anders dan allemaal? Maar heeft die begrip ervoor dat die organisatie geen pakketten meer heeft? Ik heb er geen begrip voor. En waarom heeft die er geen begrip voor? Als ik geef goed of geef niet. Het is wel dramatisch geëindigd. Zoveel mensen waren teleurgesteld. Ja. Kijk, daar kunnen we helaas niets aan doen. Het is de voorraad die we hebben. Wanneer het op is, is het op. We kunnen niet toveren. Daarom blijven we hameren op de samenleving en vooral ook het bedrijfsleven om ons met het project te ondersteunen. Want we hebben het gezien de vorige week, deze week. Eigenlijk een beetje meer zelf. De nood is hoog. Toch? En we willen iedereen helpen, maar... We zijn ook gebonden aan wat we binnen hebben. Je bent een beetje laat, we hebben alleen nog toiletpapier. Wilt u een beetje toiletpapier hebben? Ik hamer weer erop. Ik hoop dat iedereen dit project gaat ondersteunen. Omdat het is geen mooi project. Het is geen modeproject. Het is geen showproject. Het is een project om onze eigen mensen in de samenleving die het moeilijk hebben te helpen.
Ik wil iedereen tenminste